De enorme schaarste aan voer treft pluimveehouders heel hard. Ranjit Jogi, al 25 jaar in de pluimveesector, die vertelt aan TBN Prime Alert wat zij nu allemaal meemaken in de sector. Raj Mahango legde de volgende beelden en interview vast. Hoe lang zit u al in de pluimveesector? Hoeveel jaren al? Bij elkaar is het misschien zo'n 25, 30 jaar. Ik deed het altijd in het klein. Maar de laatste tijden dacht ik, laat me even uitbreiden. Omdat voorheen mijn vader erin zat. Maar als ik eerder had geweten dat het zulke problemen heeft, zou ik echt niet erin zijn gegaan. Serieus. Was het er nu? U zegt zulke problemen. Ja. Als ondernemer in de pluimveesector. Welke problemen ondervinden jullie? Op dit moment is een geweldige schaarste aan voer. Op dag basis weten we niet of we morgen voer zullen hebben of niet. En het moment waarop die voer niet gegarandeerd is, is die hele kweek niet gegarandeerd. En dan ondervind je problemen. Die kippen groeien niet goed. Cannibalisme komt ook opkijken, want die kippen hebben honger. Ze lopen de hele dag door die ren. Het is een probleem, er komt geen gewicht bij. En in de afgelopen 25 jaren, heer Jogi, is het de eerste keer dat u een dergelijke schaarste meemaakt? De tweede keer eigenlijk. Dat was zo'n 5, 6 jaar geleden had ik ook. Toen had ik een enorme cannibalisme. Maar nu gaat het die richting op, want op bescheiden schaal begin ik het nu al te krijgen. Omdat die voer gewoonweg niet voorradig is. En niemand in dit land is in staat om te zeggen wanneer we optimaal voer zullen hebben. Men zei toch afgelopen week, vanaf maandag zou het geneutraliseerd zijn. En nu zeggen bepaalde voerfabrikanten tegen mij, meneer Jogi, wij vrezen voor het ergste. En dat is? In het verlengde zie ik dat er geen voer zal zijn. Ik werk nu een klein beetje voer die ik bij mondjesmaat krijg, mix ik met slijpmeel, gecombineerd met een beetje gras. Andere uitweg is er niet. Andere echt niet. We zitten in onbeschrijfelijke grote problemen. En ze zijn nog niet slachterij? Nee. In feite heeft één van die hokken daar die leeftijd al. Maar als je naar die kip kijkt, dan lijkt het alsof die kip pas kuikens zijn van 4 weken, 3 weken. Ze groeien niet. En het weinige aan voer die jullie wel kunnen bemachtigen, want dat is het nu, bemachtigen is het juiste woord. Ja, in de rij, je staat de hele dag in de rij. Tegen welke prijs? Is het de normale prijs die je betaalde? Het zijn normale fabrieksprijzen, wij kopen bij de fabriek. Maar het is een gerucht wat ik heb gehoord, of het waar is weet ik niet, dat er ergens ook voer wordt verkocht bij de wederverkoper voor 800 SRD een zak. Als dat zo is, moet men op onderzoek uitgaan. Dit kan niet. Het voornaamste probleem bij mij is de redding van de kleine man. Er zijn duizenden Surinamers, duizenden, die 10, 15, 20, 30 kippen, het zijn voor eigen gebruik, een paar voor de familie kweken. Die mensen zijn nu in grote problemen. Het gaat bij mij om die groep ook. Niemand kijkt naar die groep. Wij vragen niet naar donaties of schenkingen. Wij willen werken, wij werken al. Maar wij willen die ondersteuning. Bij ons hoeft u geen motivatie te brengen van ga werken. Er moet productie op gaan komen. Nee, wij zijn al in die productie. Garandeer een aantal basisvoorzieningen. Dat wordt tenminste voor. Kijk, een ander probleem, meneer Gennis. Tegenwoordig heb je een overschot aan kippen. Misschien niet dat er te veel kip is gezet, maar uit vrees verkopen mensen al kippen die nog niet slachtrijp is. Alleen om af te zijn van dat voergedoe. Begrijpt u? Dus die prijzen zijn gedaald en die kip heeft een bepaalde kostprijs. Je maakt wat kosten op die kip. Nu is de verkoop beneden die kostprijs. Als we nu met de huidige voerprijs van afgelopen week die calculatie uitvoeren van die kostprijs, komen we al in de buurt van een paar centjes meer dan 30 SRD per kilo kip. Wel, u kunt gaan kijken waar u kunt verkopen hoor, maar u vindt niet meer dan 23, 24, 20, 22 gulden een kilo. Er zijn mensen die zelfs voor
20 gulden, 19 gulden hun kip van de hand willen doen. Weet u wat het betekent om in de rij te staan en daar vindt u geen voer? In de afgelopen periode, hoe vaak heeft u in de rij moeten staan? Een paar keren. Ik heb goede contacten met die voerfabrikant en die voerfabrieken. En door de jaren heen weten ze hoeveel voer ik verbruik per week op weekbasis. Dus dat weten ze. Ja, dat zou ik ook net vragen, want u kweekt in het groot. Aha. Hoeveel zakken voer gebruikt u per week? Gemiddeld in de buurt van 130, 140 zakken. Twee keren per week. Een ander probleem dat ik ook heb, de banken. Ik kan mijn banken niet aflossen. Begrijpt u? Zij komen, ze zien, ik ben bezig met activiteiten, maar als ik de balans opmaak, is je uitgave meer dan je inkomsten. Begrijpt u? En ik denk dat meerdere mensen in zulke grote problemen zitten. Dat houdt me echt bezig. Ik vind dat de overheid ernstig, heel ernstig, tegen dit probleem moet aankijken. Wat is jullie voorgehouden, meneer Jogi? Hoe is de schaarste ontstaan? Er is ons voorgehouden dat er, in verband met december, feestman. Het is normaal ook zo dat men in december wat extra inzet. Maar het wordt nu aan ons gebracht, voorgehouden, dat er extra veel kip is ingezet. Persoonlijk geloof ik er niet in. Waarom ik de vraag stel, we hebben gisteren in het nieuws gezien, dat, of het is in het nieuws, dat Trinidad en enkele andere landen, zoals Suriname, in eenzelfde probleem zit. En de reden van de schaarste in die landen is dat China groot heeft opgekocht, dus voer. Vandaar, daarom dat ik de vraag aan u stelde, is wat is aan jullie voorgehouden voor wat de schaarste betreft? Te veel ingezet. En er zijn nog geen grondstoffen aanwezig. Een of andere boot zou nog komen van een of andere voerfabrikant. Ik hoor die boot is er al. Maar als ik de minister van LVV mag geloven. Hij zei, vorige week, begin van de week, dus begin maandag, vandaag een week geleden, zou er neutralisatie plaatsvinden. De schaarste zou opgeheven zijn. Maar 8 dagen verder is het nog erger geworden. Weekend had ik geen voer, meneer Gennis. Ik heb gras moeten geven aan die kippen. Is toch erg? En ik geef u met alle zekerheid mee dat die kip op de gewenste leeftijd dat gewicht niet zal brengen dat ik verwacht. Dat betekent, normaliter met de huidige voerdingen kwaliteit, zou die kip binnen na zes weken moet hij een gewicht van ongeveer 2 kilo kunnen halen. Wat ik nu zie, wel misschien na 8 weken hoor, dat betekent u heeft die kip 2 weken lang extra gevoed, extra kosten. Begrijpt u? Dus je ziet nu al dat het een verlies wordt. Opnieuw een verlies. Verwachten jullie een bepaalde tegemoetkoming vanuit de regering? Zouden ze iets voor jullie moeten doen? Kijk, ik geloof persoonlijk in oplossingen. Ik vind dat er oplossingen zijn. Even tussen haakjes, legkippen tussen haakjes gezet. Voor wat slagkippen betreft. Kunnen we het gewoon met die consumptiereis van ons doen. Carotene komt voor in mais, dat is nodig voor die eidooier van die legkip. Wauw, Suriname heeft zoveel terrein, zoveel landbouwterrein. Maar het is niet betaald. Mijn vader heeft zelf een landbouwterrein, waar hij rijst kan planten. Maar er is geen machinepark, machines zijn verouderd. Tegenwoordig kan je niet naar de baan gaan van, ik wil een tractor kopen. Als je luistert, als je hoort naar die prijs, ga je gelijk wegrennen. Begrijpt u? Dus er moet stimulans komen vanuit de overheid. Dan kunnen we het wel. Waarom kan er geen rijst, geen mais hier groeien? Het kan. Maar de overheid moet jou ondersteunen. Tegenwoordig als je naar de bank gaat voor een lening. Ik weet niet hoor, maar meer dan 20%. Daarmee komt niemand uit. Bestaat niet. U gaat failliet. De bank gaat op den duur alles van u verkopen. Maar hoe vindt uw afzetplaats, meneer Jogi? Komen de klanten naar u toe? Ja. Levert u naar winkels? Wat is het precies? Het is een wisselwerking. Om en om, weet u? Soms gaan wij naar hun toe, soms komen zij. Als je vanochtend wat eerder was geweest, je ziet wat veren daar vallen, een deel is weggegaan, weet u? Eerlijk gezegd, soms probeer ik ook beneden gewicht weg te doen. Alleenig omdat je die quotum die je dan nodig hebt van die voer, een beetje minder wordt. Je uitgave wordt een beetje verminderd, maar dat helpt niet. Begrijpt u? En heeft u nu voer voor deze week?
Men heeft, de fabriek heeft me gebeld. Men heeft me beloofd, dus ik hoop. Maar ik weet sowieso, als ik daar ga, is het een rij misschien 70, 80 auto's voor jou. Je moet gewoon rustig staan wachten. En dan nog die longlong. Begrijpt u? Hier naar Paramaribo komen is gaan, is langer dan 3 klokuren. Want je moet langer in de rij staan door de file. Die route die ik rijd, is daar bij Latour. Heel drukke buurt, dus daar moet je echt rustig rijden. Begrijpt u? Dus hoe zitten met al deze problemen? Waar gaat u naartoe? Indira Gandhiweg? Ja, via Indira Gandhiweg door, verder naar Dijkveld. Livorno. Maar daar koopt u voor? Ja. Ja, maar ook bij anderen. Er zijn wederverkopers. En bij hun betrek ik ook die voor. Want als je op één persoon leunt, dan ga je dood. Begrijpt u? Dus op die manier. Ik kweek alleen maar slagkippen? Ja. Ik heb geen durf om die leghoren te doen. Want die gaat 6 maanden eerst flink voer eten. En 6 maanden reken maar uit hoeveel dat wordt. Bij die slagkip die 6 weken eet, 7 weken, zitten we alleen in problemen. Laat staan 6 maanden. Dus als ik een keertje misschien reservekapitaal heb, of iemand doet grote donaties, dan ga ik dat zeker doen. Maar bij mensen die kweken zeggen ook altijd, het heeft niet alleen maar met voer te maken. Je moet ook vitamines toedienen in het water en zo. Klopt. Die dingen zijn wel te vinden. Te vinden, maar erg. Dingen die ik voor 200 gulden kocht, meneer Ganes, koop ik nu bijna voor 900 gulden. Daarom zeg ik, die kostprijs van 1 kilo slagkip, die kostprijs, is nu meer dan 30 gulden. En jullie doen dit in familieverband, ik bedoel gezinsverband, of je heeft arbeiders in dienst, heer Joggi? Ik heb 2 vaste en 2 komen op afroepbasis. Als er weg is, een mes is weg te halen of er is grote bestelling voor kippenmes, dan komen er meerdere mensen. Maar ik heb die mogelijkheid niet, dat kapitaal niet om vaste mensen te nemen. Dus dat zijn vragen. Vanaf de schaarste, heeft u dan uw arbeiders nog nodig? Ja, tuurlijk. Ja, het ziet er makkelijk uit, maar het heeft veel werk. Dus kunt u dat even vertellen, als u hier aankomt, 's morgens, wat doet u? Ik wil dat de mensen een beeld hebben, want mensen denken vaak genoeg, slagkip is makkelijk geld verdienen. Ja, wil u het even vertellen? Maar voordat ik dat doe, wil ik tegen mensen die ooit slagkippen willen kweken in hun achterhoofd hebben. Gaat u geen slagkippen kweken als u weet, u kunt ze niet afzetten. Zonder afzet moet u het niet doen. U gaat bloeddruk krijgen. U gaat ziek worden. Want wat is het? Kip kweken per oppervlakte eenheid. Laten we zeggen per vierkante meter voor het gemak zeg ik 9 kippen. Maar die 9 kippen zijn bedoeld voor een gewicht van 2 kilo gemiddeld per kip. Als die kip langer in die hok blijft, je kan hem door een of andere reden niet kwijt. Dan ga je die kip 7 weken moeten houden, 8 weken. En dan is die ruimte voor 9 al te krap. Begrijpt u? Kippen hebben geen zweetklieren. Kippen transpireren niet. Dan is dat mes dat zoveel warmte van beneden uitstraalt. Dan heb je dat dak van zink, dat hitte beneden naar beneden. En dan heb je die eigen kiptemperatuur. Die dingen maken dat door die hitte er enorme sterfte optreedt. Kunt u volgen? Dus die kip moet weg binnen een bepaalde tijd. Dus als er iemand is die in zijn achterhoofd nog heeft om kippen te kweken, voordat uw afzet geregeld is, dan moet u overgaan tot de kweek. Want die 6 weken, 7 weken zijn zo om. Begrijpt u? Dus ik weet niet of de overheid of wij samen gezamenlijk, maar gezamenlijk moeten we een uitweg vinden. Er mag niet te veel kip worden ingezet. Wij gebruiken een bepaalde hoeveelheid, een bepaalde quotum. Afgezonderd feestdagen en zo. Maar normaal geval heeft Suriname een bepaalde consumptiepatroon van kip. Dan moeten we kijken hoeveel import er is. Hoeveel lokaal gekweekt wordt. Dan moeten we daarop houden. Toch? Als het waar mag zijn dat er overbodig kip is ingezet. Dan is dat toch een foutieve ingreep. Maar wij gooien onze eigen ruiten dan dicht. Maar wat op eenvolgende regeringen aangeven, heer Joggi, steeds horen we ze zeggen van de lokale markt kan de vraag niet dekken. Dat is wel zo? Nee, dat is niet waar.
Dat is niet waar. Jullie kunnen wel, de lokale markt kan dat wel. Ik heb alleen heb ik een vermogen, ik heb speciaal daarvoor een hypotheek gevestigd bij de bank. Ik heb een vermogen van 60.000 kippen inzet. Maar ik ben bang om dat te doen. Als ik dat een keertje doe, ga ik gelijk hangen. Als ik dat zou nu zo hebben, dat geval, zou ik in het ziekenhuis liggen. Je zou me hier niet ontmoeten. Het is de zekerheid die we niet hebben. Weet u hoeveel hokken er leeg staan, meneer Dennis? Mensen die gewoon niet durven. Ik zie een eerste hok bij u, staat ook leeg. Ja, ik heb vanochtend al eens gehad met de keukenleverancier. Ik had een afspraak voor keukens. Maar ik probeer hem te overtuigen van hoe ga ik keukens inzetten zonder voer. Hij zegt, meneer Jogi, u heeft die keukens besteld. Ik zeg, dat klopt. Mm-hmm. Dat klopt. Maar u kan me niet dwingen om in een lege zwembad te springen. Als ik geen voer heb, hoe ga ik het doen? Kunt u volgen? Het is afgestemd op elkaar. Dus dingen moeten afgestemd zijn. Maar kuikens vinden is geen probleem. Nee. Bij kuikens moet u een paar maanden van tevoren bestellen. En op grond van die collectieve bestelling importeert die kuikenleverancier eieren. En 21 dagen ervoor gaat het in die broedmachine. Begrijpt u? En die man van die keukens heeft gelijk. Hij heeft op mijn naam die keukens ingezet. Hij heeft 100% gelijk. Maar er is nu een crisissituatie. Dus ik ga het niet nemen. Die man denkt, nee, ik zeg, ik ga niet nemen. Misschien komen we tot een vergelijk. Ik heb een paar andere suggesties aan hem gedaan. Hij zegt, hij gaat het in overweging nemen. Dus laten we hopen dat het werkt, want ik wil geen ruzie met hem. Ja. En wat ik al vroeg, heer Jogi, wanneer u 's morgens hier komt, Hoe ziet jullie dagtaak eruit? Nou, als eerste ben ik hier zeker al om 6 uur, iedere dag. Eerste die je doet is algemene inspectie. Kijken of er geen slangen in je hok zijn. Vinden jullie die wel eens? Ja, slangen? Ja. Boma's komen in die hok, kaimanen komen in die hok, ze scheuren gewoon die draad door. En of er geen waterlekkages zijn, vooral hoe die vitamines zo duur zijn. Als je vitamine heeft toegediend via het water, mag dat water niet meer lekken. Dus of er ergens geen opstopping is van het water, dat kippen de hele avond geen water hebben gehad. Al is die keuken die kip geen eten. Maar water moet die hebben. Begrijpt u? Dus dat zijn een aantal dingen. En als u even check-up heeft gedaan, dan bent u al gerust. En dan begint u met die dagen, met je normale werk. Voer en water. Voer en water. En kijken of er geen problemen zijn, dan die problemen oplossen. Ja, maar tegenwoordig is alles een beetje door elkaar en rommelig, omdat dat hoofdaccent valt onder voer halen. Ga ik voer vinden? Hoe lang moet ik in de rij staan? Begrijpt u? Dus ja. Het is nu eventjes crisismanagement. Ja, dus hoofdvraag zou moeten zijn nu, heer Jogi, naar jullie toe in de pluimveesector. Hoe motiverend is het om nog hierin te zijn in de pluimveesector in Suriname? Meneer Ganes, eerlijk te zijn hoor, wat ik nu ondervind. Ik wil voor de camera niet zeggen wat mijn financiële toestand is, maar ik zou dit niemand toewensen. Begrijpt u? Bij een kip, één kip gewoon, vanaf kuiken of vanaf voorbereiden in de hok, moet die in de buurt van zo'n 50 gulden uitgeven om een 2 gulden te verdienen. Zo groot is dat risico. Daarom moet je het in het groot doen. Maar aan de andere kant, als je het in het groot doet, zit hij met wat voor problemen u zit. Iemand die weinig kweekt, die kan gemakkelijk gras vinden. Maar voor zoveel kippen, waar gaat u iedere dag gras halen? En het is niet allerlei soort gras, het is die zachte grassoort. Gado Dede of Dagoblad, dat soort van dingen. Ze eten niet van alles. En groente is ook niet zo goedkoop. Ik zou het niet toewensen dat je groente, dus dingen als kousenband en zo, dus in kleine stukjes snijdt en aan ze geeft. Begrijpt u? Want dan gaat die landbouwer daar ook gillen met lage prijs. En dat kan ook niet. Begrijpt u? Dus wij zitten met al die dingen. Hopende op betere tijden. Ik hoop dat de autoriteiten luisteren. En bepaalde ideeën krijgen en ons uitnodigen. Om gezamenlijk uit dit probleem te komen. Want wij horen niks van hun. Ze zijn hier en daar bezig, misschien op ad hoc basis. Maar dat ding moet structureel worden. Brandjes blussen. Brandjes blussen, zo gaat het niet. Wij moeten zeker stukken zien. Maar ik zeg u ook nog, in het verlengde van dit alles.
Er zullen zoveel mensen ontmoedigd raken, vooral die kleine mensen, die kleine kwekers, dat een heleboel mensen ervan gaat afzien. Weet u wat het gevolg daarvan is? Extra dure kip over een paar maanden. Begrijpt u? Dus dat is een van de gevaren. Mensen gaan deze risico's niet nemen. Dus we moeten in feite, collectief in feite, aan tafel gaan. Praten over deze dingen. We hebben ook nog een overkoepelende organisatie hoor. Maar we horen niks van hun. In verband met die schaarste aanvoer hebben ze geen enkele verklaring doen uitgaan. Niks gezegd van hey, geduld. Ja. Hoe lang gaat het duren? Nee, nee, nee. Dus er, het roert ons hoor. We gaan even kijken wat we gaan doen. Want er zijn zoveel stemmen die opgaan van we moeten met iets komen. Dus ik ga kijken wat ik doe. Serieus.